Een parodontoloog houdt zich bezig met het behandelen van tandvleesaandoeningen. Daarbij gaat het onder meer om de behandeling van parodontitis en gingivitis. Parodontitis is een infectieziekte met bacteriële oorsprong en kan ontstaan na ontsteking van de tandvleesrand. Gingivitis is de voorloper van parodontitis, want bij deze aandoening is de tandvleesrand ontstoken. De aandoening leidt mogelijk tot aantasting van het kaakbot met als gevolg dat kiezen en tanden uitvallen. Een parodontoloog is bovendien gericht op herstel van het gebit na genezing, zoals het plaatsen van implantaten. Parodontologen maken gebruik van de nieuwste methoden en technieken om parodonteel aandoeningen te behandelen. Een parodontoloog stelt een diagnose en op basis daarvan vindt een behandeling plaats. De beoordeling bestaat onder meer uit het kijken naar de snelheid van het bloeden van het tandvlees. Ook wordt gekeken of er sprake is van botverlies. Bijvoorbeeld door te kijken of er tanden of kiezen loszitten. Zo controleert de parodontoloog eveneens of er sprake is van teruggetrokken tandvlees. Verder vindt er een beoordeling plaats van de mate van tandplak en tandsteen tussen de kiezen en op de tanden. Om tot een goede diagnose te komen, verricht een parodontoloog een klinisch onderzoek en röntgenonderzoek. Hier komt de diagnose uit voort en aan de hand daarvan bepaalt de parodontoloog het aantal benodigde behandelingen. De behandeling bestaat uit een professionele reiniging van het gebied. Hierbij vindt er onder meer verwijdering van tandplak en tandsteen plaats. De parodontoloog dient hierbij aan de patiënt een verdovingsmiddel toe. Naast de gebitsreiniging voorziet de parodontoloog ook in het geven van advies gericht op de verbetering van mondhygiëne.